Op iedere planeet in het heelal vind je de Flux. Een krachtige, magische energie. Hier op Aquilian noemen we dat de adem. Flux is zo sterk dat het ongebruikt moest blijven. Behalve in Galactic Football, de meest spectaculaire sport in het heelal. Maar 15 jaar geleden werd Aquilian getroffen door een mysterieuze explosie. Deze vaagde de adem weg en vernietigde onze kansen in de Galactic Football Cup. 15 jaar zonder een gedegen team en niets dan sneeuw en ijs. Maar nu herleeft de hoop op het opwekken van de adem op Aquilian door jonge nieuwe spelers. Ons lot ligt in hun handen. Galactic Football. Wat is er gebeurd? Blijf daar vanaf en laat me met rust. Clamp? Ik weet niet wat hij heeft de laatste tijd. Wat kom je doen? Rocket wordt vermist. Wat? Jij en alle anderen hebben hem nooit als aanvoerder geaccepteerd. Hebben jullie soms enig idee waar hij zich schuilhoudt? Jij denkt misschien van niet, Jock, maar May ziet me zitten. Dan is ze wel een heel goed actrice, zeg. De Shadows spelen straks tegen de Pirates. En daar gaan we. Een zeer spannende wedstrijd in meer dan één opzicht is begonnen. Rocket heeft een grot bij het Charcoal-gebouw ingericht. Wij gaan mee. Ik zei toch dat het een slecht idee was? We worden ook nog eens begraven onder een berg sneeuw. 6-1. De Shadows verslaan de Pirates. Ah! Ja! Jack! Rocket, Micro Eyes en Jock en ik zijn hier omdat we je nodig hebben. Kom terug. Een team zonder aanvoerder is als een meisje zonder glimlach. We zitten dicht bij de oplossing, hè, Izon? Ja, ik denk van wel. Sonny Blackbones? Toch niet? Nee, natuurlijk niet. Ik zat te werken. Ik wil je alleen bedanken voor alles wat je voor ons doet. Vandaag is er weer een cupmatch die plaatsvindt op Aquilian. Met ons team op het veld. Ik had nooit gedacht dat dat nog kon. Ja, echt fantastisch. Als we ons doel bereiken, heb jij daarvoor gezorgd. En ik ben jou dankbaar dat je mij uitkoos. En dat ik van je mee mocht doen in dit avontuur. Arch, Nee, laat maar. Gaat het wel goed met je, Clamp? Ik maak me zorgen om je. Als ik je kan helpen, dan doe ik dat graag. Nee, er is niks aan de hand. Ik ben alleen wat moe en gestrest door die laatste paar matches. En Rocket, die verdwijnt. Meer niet. Ik weet dat je me echt begrijpt, May. En ik wil je vertellen over mijn diepste en mijn sterkste gevoelens. Het is alsof... Alsof... Oké. Ik kom al. Ga je mee? We moeten nog even langs de... Ben je de laatste of komt de rest van het team ook nog langs om me dat te vertellen? Wow, beetje gestrest? Ik weet het nu zeker. Na de match ga ik mee onder vier ogen vertellen wat ik voor haar voel. Alweer? Nee, deze keer is het anders. Jock, je hebt gelijk. Ik ben echt stapelverliefd op haar. Eerst vond ik haar gewoon leuk, aardig. Maar nu is het veel meer. Ik krijg haar niet meer uit mijn hoofd. May wijst je gewoon weer af. Net als altijd als je met haar wilde praten. Dat is de pest voor je ego, man. Wat zwaar de pest is voor mijn ego, is dat ik haar nooit vertelde wat ik voor haar voel. Man, doe nou niet zo eigenwijs. Die meid is gewoon te ambitieus en oppervlakkig. Eigenlijk verdien je veel beter dan dat. Je mag er gewoon niet. Maar ze is best aardig, echt waar. En ik weet zeker dat ze wel luistert. Oké, moeten we niet op weg naar planeet Aquilian? Je moet naar hem toe gaan. Heb je gehoord wat ik zei, Rocket? Je moet naar hem toe gaan. Hij maakt zich zorgen om je. Nee, het interesseert hem toch niet.
Ik besta niet voor hem. Dat is niet waar en dat weet je. En wat je vader betreft ben ik wel verantwoordelijk voor je. Dus als je niet voor jezelf naar hem toe gaat, doe het dan voor mij. Mensen, ik krijg een holografisch bericht van vrouw Simbaai. Geef maar door. Mijn respect, meester. Clem doet de laatste tijd zeer vreemd. Het zou me niet verbazen als hij iets voor Arch achterhoudt. Maar ik weet niet wat dat kan zijn. Er is geen tijd meer om nog langer te wachten. Simbaai neemt een DNA-monster en laat ons dat analyseren. We moeten zijn ware identiteit weten. Ja, meester. De dag van de revanche tussen de Snow Kids en de Rikers is gekomen. Uit de hele Melkweg komen er voorspellingen over de uitslag. En ook al zijn de Rikers dan favoriet, het feit dat ze een thuiswedstrijd spelen geeft de Snow Kids een zeker voordeel. Zij moeten per se winnen als ze groepstweede willen worden om door te gaan naar het volgende level. Puh, dat is gemakkelijk gezegd. Ik vraag me af of ze zelfs wel opkomen dagen. Ze zijn gewoon sterk in het nadeel tegen die krijzende monsters. Nou, het is altijd fijn om te weten dat iemand je steunt. Wat doen jullie hier? Jullie moeten toch trainen? En moeten jullie niet eens opschieten? Opschieten? En waarom dat? Nou, anders missen jullie de wedstrijd. Maar die missen we helemaal niet. Die zien we hier. Maar het is veel spannender in het stadion. Huh? Maar Jock, niemand wil nog terug naar het stadion na wat er 15 jaar geleden gebeurd is. De explosie kwam tijdens de match en het stadion zat vol. En toen... Dat is allemaal verleden tijd. Vandaag spelen we voor onze toekomst in de cup. En de wedstrijd wordt niet makkelijk, maar wel iets makkelijker als jullie op de tribune naar ons komen kijken. En trouwens, in het echt zien we er nog beter uit dan op tv. Nee, lieverd! Wacht even, ik ben zo terug. Tuurlijk, we wachten wel op je. Ja, man? Sta je nog steeds in de verdediging vandaag? Waar anders? Je hoort veel verder voorin. Je moet echt naar een positie als aanvaller. Weet ik, mam. Maar wat wil je nou? Ik kan toch niet zomaar Jock en Micro Eyes van de trap gaan duwen? Lieverd, daar zijn zat andere, subtielere manieren voor. Je bent zo betoverend mooi. En schoonheid is een zeer machtig wapen. En al helemaal bij de jongens. Hi. Je kwam terug. Zoals je ziet. Ja, ik moet toch naar school, hè? Waarom ging je weg? Ik dacht dat je blij was met Arch. Het was niet makkelijk om deel van het team te worden. Ik had er veel moeite mee. Maar wees gerust, dat heb ik opgelost. Nou, je doet maar. Ik vind het best. We krijgen een hele zware wedstrijd. Als je die wil zien in het stadion... Ik heb het heel druk. Zie je het? Nou, misschien... Een andere keer? Rocket, doe geen domme dingen. Wat? Bij de match, bedoel ik. Geloof me, komt goed. We zijn er allemaal. Na de grote explosie verliet ik deze planeet om door te kunnen gaan met voetbal. Maar ik wist dat ik ooit zou terugkeren, want ik hoor op Achillean. En ook al won ik nooit iets met mijn eerste team... ik bleef de hoop koesteren dat het succes eens zou komen. Dankzij Clams vriendschap kon ik deze school opstarten. Met een nieuw team. Jullie zijn in staat tot grootste prestaties. En vandaag wil ik dat zien. Dus win die match! En ook al zullen de tribunes leeg zijn, onthoud dat jullie ook spelen voor... Zo te zien blijven de tribunes toch niet leeg, coach. Nou, dan hebben jullie geen enkel excuus om nog te verliezen. Naar de kleedkamers. Welkom, beste kijkers. Nog maar minuten verwijderd van de aftrap voor de Snow Kids Rikers Revanche. De vloek die zo zwaar rustte op het stadion van Achillean lijkt te zijn verdwenen, want er is zelfs publiek op komende dagen. Je hebt geen tactische briefing gedaan vandaag. Nee, ze weten wat ze moeten doen. En ik vertrouw erop dat Rocket de druk op de ketel houdt. Ik weet dat hij alles zal doen om weer hun vertrouwen te winnen. Als ze hem maar de kans geven.
fysiek zijn ze allemaal in topvorm. Gelukkig. Als dat ook maar geldt voor hun mentale conditie. Hey, was dat? Hebben ze al 5 keer geprobeerd jou nieuwe hersens te geven? Even dimmen, Micro-Eyes. Goede training wordt beloond. Ik wist dat de adem er nog was. Gescoord. Dat spel vast. Laat je niet verrassen. Dat kunnen wij ook. Kom op! Meer konden ze niet doen. Bravo en bedankt. Jullie zetten een prestatie neer. Jullie zijn echt gegroeid. Ik heb alleen dit nog te zeggen.
Speel zoals jullie net deden. Speel zonder op de score te letten. En maak het teamwork. En zo gaan we winnen, coach. Yeah! Welkom terug op Aquilian voor de tweede helft. De Snow Kids krijgen het moeilijk om te scoren tegen het Riker-team. Zoals altijd goed in de genadeloze aanval en verdediging. Heel hard aan. Ga je gang, neem me maar. En als jij schiet, ga ik mijn tanden tellen. Rocket, schiet laag en naar rechts. Daar is Colonel het zwakst. Gedaan, ook al zeg ik het zelf. Dat niet alleen. Met dit tempo hebben ze straks geen benen meer over. Ze moeten volhouden. Ze moeten winnen. Ik wist het heus wel. Ze verdienen het toch zo om te winnen.
Rikers-Snowkids-revanche eindigt met een fantastische winst voor de Snowkids. We wachten nog op de uitslag van de andere match voor de stand in deze groep. Terwijl wij wachten op Achillean, gaan we terug naar u in de studio. Wat was jij te gek, Jock. Door jou hebben we gewonnen. Nou, bedankt, mee. Maar we wonnen wel als team. En met een machtige captain. Voor mij ben jij de enige held. Je kunt het gewoon, Jock. Jij kunt het echt. Ik kreeg net de uitslag van de Shadows Pirates match. De Pirates hebben met 5-1 verloren. Dus nu staan we in onze groep op een gedeelde tweede plaats met de Rikers. De Shadows zijn nu onbereikbaar, dus ons doel is plaats 2 in de groep. Dat is genoeg voor de kwalificatie bij de laatste 16. Maar om er te komen is het noodzakelijk dat we de Pirates verslaan in de volgende match. Nee, ik moet je iets vertellen over mijn diepste en mijn sterkste gevoelens. Heb je even? Ik wil je graag iets vertellen. Kom binnen. Ik was net met Jock aan het praten. Huh? Hey, Micro-Eyes. Ik kom wel een andere keer terug. Nee, ik kan wel terugkomen. Atu, blijf nou toch hier. Doe maar, Jock. Vertel me alles over hoe je met voetbal bent begonnen. Nou, wat ik dus zei was... Er lag altijd al een bal aan mijn voeten. Oké, ik ga al. Toen werd ik 12. Micro-Eyes. Micro, hey man, het spijt me. Ik wist toch niet dat je kwam? En ik wist niet dat je zo dik was met mij. Want ze is zo ambitieus en oppervlakkig. Ze heeft me gewoon bij haar thuis uitgenodigd. Je had je mond vol over hoe fout ze was toen ze je niet zag staan. Maar zeg nu nog eens wat je vanochtend allemaal over haar zei. Zie je wel, je kunt het niet. Ga, ze wacht daar op je. Oh nee! Kijk, deze curve is het harde bewijs van het bestaan van de metaflux. Oh kijk, het is gelukt! Ik weet niet waarom, maar ik vrees dat ons succes straks nog een grote ramp wordt. Je vroeg naar me, Sonny? Ja. Je moet de koers verleggen naar de Shiloh-archipel. Wat? Maar je weet dat we over een paar uur een technoid-convooi moeten onderscheppen. Maakt niet uit. Ik moet de wedstrijd van de Pirates zien die ze daar houden. Dat is een bevel. Volgende keer in Galactic Football. Voor hun derde match zijn de Snowkids afgereisd naar het honk van de Silo Pirates. Speel me aan als ik vrij sta. Je zit alleen maar aan mee te denken, man. We zijn er, Sonny. Kunnen we helpen? Nee, het is een privé kwestie. Ik zei het toch, Micro-Eyes. Het is heel onaardig wat je daar deed, Clamp. Generaal Blaylock vindt dat helemaal...